Jan Boskamp. Jan, heb je destijds ook al eens overwogen om moslim te worden? Ja. Nee, maar dat zit ik me nou zo opeens af te vragen. Je zit dat geld eraf te tikken. Wil je fiets kwijt dan? Nee, nee, ik wil mijn fiets helemaal niet kwijt. Waar moet ik mijn fiets kwijt dan? Wat heeft dat er nou mee te... Ik vraag het alleen maar. Huh? Nou, ik zit nu even... Ik vraag me even welk... Dat is toch bij Duitsers met je fiets? Of... Dat weet ik niet. Maar ik wou dat je fiets kwijt moest. Dat ik het zo moet geleden dat je kon stallen. Maar dan, oh, ja, ja. Dat geeft niet maar. Nee, nee, hij is te ingewikkeld. Ja. Deze je moet alle grappen uitleggen, maar hij heeft geen humor. Nee, nou, jij snapt er gelukkig wel. Dat zag ik meteen aan je. Maar ik kom er eigenlijk een beetje omdat Erik Gerets... Weet je nou of hij nou wel of niet moslim geworden is? Want daar gaat steeds het verhaal over. Erik moslim? Ja, maar wij krijgen al die berichten uit België door... dat hij met een Saoedische verpleegster zou zijn getrouwd... en dat hij zich heeft bekeerd tot de islam. Nou, daar geloof ik geen eet van. Had hij jou gebeld, bedoel je? Ja, want ik ben het zelf ook, dus kan ik het uitleggen hoe het gaat. Dat zit hier niet te dommen, nee, ik zit hier echt... Nee, we hebben het hier nou een paar weken. Nee, maar ik moet zeggen, Jan... Er wordt de indruk gewekt dat hij inderdaad, om dat huwelijk tot stand te brengen... moest hij moslim worden. En dat schijnt hij gedaan te hebben... Meen je dat nou? Ja. Ja, misschien is dat. Staat de Belgische pers er vol van? Bloedmolen. Nee, ik heb het eerst keer dat ik het hoort. Echt waar? Ja, ik zweer het je. Nou, dat is wel heel opmerkelijk. Nou, de Belgische kranten die stonden er vol van. Ja, op en de TV ook. Ja, ja, maar ja, ik kijk alleen sporten. Ja, nee, maar het was in de sportprogramma's. Nee, ik heb het echt niet gezien, ik zweer het je. Dus jij denkt dat het niet waar is? Maar je weet het niet zeker? Want je nee, ik weet het niet. Nee, dat is zeker. Saudi-Arabië. Dat is niet lekker hoor, daar. Wat is er dan? Hij zit in Marokko, hij zit in Marokko maar... Ja, maar als je kom uit Saudi zit hij. Hij is met uit Saudi-Arabië, toch? Hij is met een Saoedische verpleegster getrouwd. Ja. Maar dat is niet best, bedoel jij? Nee, maar dat is toch een linkerhandel, toch, joh? Nee? Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee, maar je zegt linkerhandel. Waarom is het linkerhandel dan? Nee, met een vrouwtje. Ja, ik ben je even helemaal kwijt, heel gezegd. Ja, niet te geloven. Het is linkerhandel, joh. Nee, nee, maar je kunt daar niet zomaar een mevrouw betasten, want dan hakken ze je hand eraf. Ja. Dus daarom is hij moslim geworden, dus klaarblijkelijk. Ja. En als je dan nog iets anders doet, dan blijven ze haken. Leo Rosa, Kwinsheul. Lekker, hè? Emiel, was Feyenoord nou zo slecht? Ja, lekker raar ook, man, die Rosa, man. Hé, ben je fiets kwijt? Nee. Leo Rosa, Kwinsheul. Was Feyenoord...